Bij de Catharinakerk in Woudenberg is vandaag de schade opgenomen van de inbraak van eind vorige week. Uit de katholieke kerk in het Utrechtse dorp werd toen een kluis gestolen. Met allemaal boeken erin, met doop, trouw en rouwgegevens, zeg maar de hele geschiedenis van de kerk. De dieven braken werkelijk alle kasten en deuren open die ze maar tegenkwamen. Schade? Duizenden euro's. Het is gewoon schrikken. Het is echt schrikken. Ja, het is echt waardeloos. Hoe zijn ze binnengekomen? Ze hebben die deur geforceerd, ik denk, met een koevoet. Ja, hier zie je de schade overal. Hier is een koevoet neergezet. Er is heel veel schade aangericht hier bij de inbraak. Zoals hier aan de deur te zien is. Die is ingetrapt. De politie heeft hier ook voetsporen gevonden op de deur. Hier stond de kluis met doop, rouw en trouwregister. Dat is hier uit de muur gerukt. Je ziet hier de braakschade. Ze hebben hier een koevoet achtergezet. De boeven hebben daar eigenlijk niks aan. Dus, het is voor hun heel waardeloos. En voor ons is het van grote emotionele waarde. En het interkerkelijk koor, Rejoice, had hier drie aluminium koffers staan met al een geluidsapparatuur. Hoeveel is de schade? Ik denk dat we boven de 10.000 euro komen. Ik heb wel gezegd, tussen de 10.000 en de 20.000 euro. Met de reparatie van alle kozijnen is het. Ik denk dat het goed in de papieren loopt. De inbraak moet ergens tussen donderdagavond en vrijdagmiddag gepleegd zijn. Eind vorige week dus. De kerk roept iedereen die ook maar iets weet op om contact op te nemen met de politie.